Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik introduceer een heel nieuw soort video op mijn kanaal wat even niks met beauty of make-up te maken heeft. Maar ik wil namelijk met jullie de boeken bespreken die ik van een maand heb gelezen. Ik ben iemand die best wel veel boeken leest en het leek mij wel leuk om een soort van boekreviews te maken in een video waardoor ik jullie dus wat meer vertel over de boeken die ik heb gelezen, wat ik er zoal van vond en of ik ze zou aanraden. Ik ben iemand die vooral romantische boeken leest, dus je zult vooral romantische boeken terug verwachten in deze video's. Maar het leek mij gewoon wel leuk om dit eens te introduceren. Ik had het ook gevraagd in de vlog en er kwamen eigenlijk best wel positieve reacties op. Dus ik ga bij deze mijn gelezen boeken met jullie delen die ik in januari las. Dus mocht jij benieuwd zijn welke boeken ik zoal heb gelezen en wat ik ervan vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met het boek The Bink. Dit is geschreven door E.L. Todd. Zij heeft echt hele leuke boekenreeksen. Ik lees ook vooral boeken die in een reeks voorkomen. En dit is het tweede deel uit de Doctors serie. Ik heb ook even de iPad erbij, zodat ik af en toe eventjes kan kijken hoe de hoofdpersonen heten. Want het is alweer even geleden dat ik de boeken heb gelezen. Dus dat onthoud ik niet allemaal. Het gaat eigenlijk over twee mensen in eerste instantie, Pepper en Colton, en hun waren getrouwd. Hun zijn inmiddels gescheiden, want Colton bleek toch op mannen te vallen en daardoor zijn ze dus gescheiden. Ze hebben ook even een aantal maanden geen contact gehad. Zij woont intussen tegenover zijn appartement en dat is puur omdat zij een woning nodig had en dat appartement kwam vrij. Na 3 maanden hebben ze eigenlijk weer een mooie vriendschap opgebouwd en zij is eigenlijk ook wel weer klaar om gewoon een beetje vrijblijvend te daten. Ze wil niet direct weer een relatie, maar misschien een friends with benefit of zo zou ze best wel zien zitten. Ze wil niet gelijk weer een relatie, want ze vindt het vrije leven ook wel even fijn. Colton die heeft een broer, die heet Finn. En Finn die heeft heel erg lang in het leger gezeten. En hij komt na jaren eigenlijk weer terug, want hij stapt uit het leger. En hij heeft Pepper ook nog nooit ontmoet, want hij is niet bij een bruiloft geweest. Eigenlijk helemaal niks. En het probleem is ook dat de familie van Colton nog helemaal niet weet dat hun zijn gescheiden en dat hij dus op mannen valt. Finn die komt een tijdje bij Colton logeren, want hij heeft een huis aangekocht, dat is nog niet klaar. En hij heeft dus wel een plek nodig om te blijven slapen. Hun kennen elkaar eigenlijk ook niet meer zo heel erg goed, Colton en Finn, want ze zijn zo lang niet met elkaar geweest dat ze eigenlijk niet meer zo goed weten van wie of wat, hoe zijn wij, wat, ze kennen elkaar gewoon niet zo heel goed meer. Alleen, Colton en Pepper zijn dus wel verplicht om het aan Finn te vertellen, omdat Finn anders vragen zou stellen van waarom woont Pepper niet in dit appartement. Hij reageert eigenlijk best wel cool op het feit van, oké, je valt op mannen, nou, dikke prima, hè, kan gebeuren. Alleen zijn ouders weten het nog steeds niet, waardoor Finn eigenlijk zegt, je moet het ook aan papa en mama gaan vertellen. Uiteindelijk plannen ze dus een gezamenlijk bezoek in, waardoor ze het dus aan zijn ouders vertellen. Zijn ouders zijn heel teleurgesteld en niet om het feit dat Colton op mannen valt, maar eigenlijk puur om het feit dat ze Pepper niet meer als schoondochter hebben, dat ze die nu kwijt zijn. Ze zijn heel erg dol op Pepper, alleen ze vroegen ook al steeds van wanneer gaan jullie bijvoorbeeld beginnen aan een gezin en dat soort dingen. Ja, dat zat er dus gewoon niet in. Intussen wordt Pepper eigenlijk aan een man gekoppeld, aan Jax, en ze hebben het leuk samen, alleen hij wil meer en zij wil dat niet. Zij wil niet zich gelijk weer in die relatie storten, hij wilde dat wel, dus in feite loopt dat stuk. Het probleem is dat Finn en Pepper zich heel erg aangetrokken voelen tot elkaar, maar ze eigenlijk gewoon weten, dit kan niet, want dit kunnen we Colton niet aandoen. Dat is gewoon eigenlijk niet verantwoordelijk om dit te gaan doen. Alleen ze kunnen ook niet bij elkaar uit de buurt blijven. Dus ze worden toch op elk mogelijk moment worden ze weer tot elkaar aangetrokken. Op een gegeven moment is het huis van Finn klaar en hij verhuist naar zijn eigen woning.
En Colton komt dan een tijdje bij hem inwonen. Omdat Colton heeft zijn baan opgezegd. Omdat hij heel erg gepest werd bij zijn huidige baan. Omdat hij dus homoseksueel was. En dat konden ze dus niet accepteren. Waardoor hij eigenlijk niet meer met plezier naar zijn werk ging. Waardoor hij eigenlijk de rigoureuze stap neemt van ik stop met mijn baan. Uiteindelijk vindt hij ook een nieuwe baan. Maar doordat hij dus zijn appartement niet meer kan betalen, gaat hij een tijdje bij Finn wonen. In het appartement van Colton komt dan een buurman waar Pepper best wel een leuk contact mee heeft. Maar waardoor ze eigenlijk ook allebei zeggen van we zitten allebei niet op een relatie te wachten. En ze hebben een paar keer wat met elkaar gedronken, maar er is verder niks gaande tussen hun. Uiteindelijk vertrekt die buurman ook weer, want ja, ik weet niet meer waarom, maar ja, hij verhuist weer, waardoor het appartement van Colton weer vrijkomt en hij eigenlijk heel graag weer terug wil naar zijn eigen appartement. Totdat Colton eigenlijk een week naar het buitenland gaat voor zijn werk en dan komt Pepper eigenlijk heel vaak langs bij Finn, waardoor ze eigenlijk zo die aantrekkingskracht niet meer kunnen tegenhouden, waardoor ze eigenlijk gewoon allebei wel, ja, meer met elkaar willen, maar door ze eigenlijk niet weten hoe dit moet. Finn is dokter in een ziekenhuis en hij werkt ook heel onregelmatige uren. Uiteindelijk krijgt Colton wel lucht van de zaak dat hun dus meer tot elkaar aangetrokken voelen. Waardoor hij eigenlijk heel boos en teleurgesteld is van ik vind dit niet kunnen, ik wil dit niet. Maar ja, ze eigenlijk gewoon niet tegen elkaar kunnen vechten. Hoe het verhaal afloopt, kan ik je nog niet vertellen. Dit was echt even puur ook het verhaal van de Bink. Ik ga even kijken. Het volgende boek is namelijk al aangekondigd. Ik hoop dat ik hem kan terugvinden. Ik weet, er komen zelfs nog twee boeken aan, zie ik nu. Ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Ik weet dat hij deze maand uitkomt, het vervolg. Te reserveren. Even kijken hoor. Er staan vooral de Engelse titels staan erbij. Ik zie hem nu zo even niet staan. Ik ga het nog even opzoeken. Dan zal ik onder in beeld eventjes vermelden hoe het vervolgboek heet. Wat dus na de Bing komt. Ik ben heel erg benieuwd naar het vervolgboek. Ik kan echt niet wachten hoe dit verhaal zich verder gaat afspelen. Helemaal omdat Finn eigenlijk helemaal geen relatie wil. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit verder afstoot. Maar ik vond het echt een heel erg mooi boek die ik met heel veel plezier heb gelezen. Het volgende boek wat ik las, dat is Jij van Hannah Hill. Dit gaat over Jessica die naar Florida mag verhuizen. Zij is haar moeder verloren en de band met haar vader is minder intens als die ze met haar moeder had. Zij wil eigenlijk heel graag weg van de plek waar zij is opgegroeid. En uiteindelijk krijgt ze het dus met een beetje overleg voor elkaar dat ze naar Florida mag verhuizen. Het liefst wil ze bij haar vriendin Gwen gaan wonen. Dat vindt haar vader geen goed idee. Ze mag bij haar oom en tante gaan logeren. Haar oom en tante hebben zelf geen kinderen, maar Jessica is van harte welkom om bij hun te komen logeren. Ze heeft daar ook nog een goede vriend, omdat ze vroeger heel vaak kwam. Haar oom en tante die hebben een golfbaan. Ze hebben meerdere bedrijven, maar een daarvan is een golfbaan en daar is ze dus regelmatig te vinden omdat haar oom en tante daar ook regelmatig chique feestjes geven en het wel leuk vinden als zij daar ook aanwezig is. Ze ontmoet haar oude vriend weer van vroeger en ja, eigenlijk gaat dat allemaal best wel leuk. Alleen die vriend die wil meer van haar en zij wil dat niet. Omdat ze net is aangekomen in Florida, gaat zij iets vroeger weg van het feestje. En daar ontmoet ze een mysterieuze man die met een groepje is. Ze krijgen een kort praatje, hij spreekt haar aan en ze hebben een korte conversatie. Maar uiteindelijk gaan ze uit elkaar zonder dat ze eigenlijk zijn naam kent. Hij heeft gezegd, de volgende keer vertel ik je mijn naam. Met die wetenschap gaat ze naar huis en gaat ze gewoon verder met het leventje. Ze wil eigenlijk, in het weekend gaat ze vaak logeren bij haar vriendin Gwen. Want ze heeft wel een baan in Florida, maar om nog wat extra inkomsten te genereren gaat ze dus werken in een bar waar ze in de bediening zal staan. Alleen,
Ze blijft de mysterieuze man toch telkens weer tegenkomen. En na een paar ontmoetingen zegt hij: dit is de laatste keer dat wij elkaar hebben ontmoet. Hij vertelt nog wel dat hij Nero heet, maar hij kan haar niet bieden wat ze wil. Hij is niet de juiste man voor haar. Dus hierbij gaan we elkaar niet meer ontmoeten. Ze is teleurgesteld, maar ja, wat kan ze er verder mee? Niet zo heel erg veel. Ze gaat dan in die bar aan het werk, wat eigenlijk helemaal niet goed gaat, want ze laat alles vallen wat maar te laten vallen kan zijn. Dat gaat helemaal niet goed. En als ze bij haar vriendin Gwen is, gaat ze eigenlijk een beetje op onderzoek uit in die buurt. En ze komt met pech te staan. Dus het eerste wat zij doet is ze loopt naar een garage toe om te vragen of ze eventjes van een telefoon gebruik mag maken, want haar telefoon is leeg. En wie treft ze daaraan? Nero. Hij heeft dus twee banen. Zijn echte baan is eigenlijk een mysterie. Ik weet nog steeds niet wat hij dus eigenlijk deed voor werk. Maar hij helpt dus ook in de weekenden helpt hij dus in die garage, want die is van een goede vriend van hem. Uiteindelijk brengt hij haar terug naar de plek waar ze dus moet zijn om te gaan werken. Hij zegt dan toch van: onze paden blijven elkaar kruisen, dus ik denk dat we elkaar toch moeten blijven zien. En dat gebeurt ook, ze blijven elkaar ook zien. Uiteindelijk mag zij ook zelfs zijn appartement zien, maar ze mag bijvoorbeeld niet aan zijn telefoon zitten. Er zijn heel veel geheimen waar hij niks over kan zeggen of wil zeggen. Ze legt ook steeds wat meer kleding bij zijn appartement neer, want het gaat allemaal goed en het is allemaal gezellig. Tot er op een gegeven moment eigenlijk een hele grote ruzie plaatsvindt en hij zo uit haar leven wegreist. Ze rent nog achter hem aan, maar ze ziet hem in de auto stappen en ze ziet hem wegrijden. En dat was ook gelijk het einde van dit verhaal, want ze weet niet waar hij heen is gegaan of ze hem ooit nog terugziet. En ze moet ook steeds die vriend duidelijk maken, die vroegere vriend van: er gaat niks gebeuren tussen ons. Hij waarschuwt haar ook wel steeds voor Nero, maar zij wil eigenlijk ook niet luisteren. Hij weet blijkbaar meer over hem dan dat hij hem kwijt wil. Hij is verliefd op haar, maar zij niet op hem, waardoor het een hele ongemakkelijke situatie schetst eigenlijk. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het boek afloopt. Het volgende boek heet Ik. Is ook al uit. Ik heb hem inmiddels ook. Ik ben nu nog in een boek bezig. Maar zodra dit boek uit is, ga ik dus verder met het boek Ik. En die zul je dus de volgende maand, in de volgende review van februari, zul je dus dat horen hoe het verhaal zich verder heeft afgespeeld. Ik vond het echt een heel erg leuk boek en ik ben heel erg benieuwd naar het volgende boek. Het volgende boek wat ik las heet Begeerd en is van K. Bromberg. Het heeft ook een boek 1 en dit boek heette Verleid. In het tweede boek, in Verleid eigenlijk, komen, even kijken hoor, Riley en Colton, die komen op een gekke manier met elkaar in contact doordat zij uit hun kast valt. En er is eigenlijk direct wel een aantrekkingskracht door hun. Dus eigenlijk gaat het in boek 2 een beetje verder. Riley die werkt bij een instelling voor mensen, voor kinderen die heel veel hebben meegemaakt. Die dus niet meer thuis kunnen wonen en die dus nu met z'n allen in een tehuis wonen. Waar zij heel veel plezier uit haalt. En Colton dat is een racer. Die is coureur. Die maakt lange dagen, maar die race dus eigenlijk op topniveau. En ze komen best wel op een gekke manier bij elkaar, doordat zij uit een kast rolt. En uiteindelijk weet ze eigenlijk dat ze bij hem uit de buurt moet blijven. Maar de aantrekkingskracht is te sterk, waardoor ze dus toch bij elkaar komen. Hij wil er ook nog niet echt een labeltje aan hangen, want hij heeft heel erg zoiets van: je kunt niet van mij houden, want hij heeft heel veel demonen uit zijn verleden, waardoor hij ook hele erge nachtmerries heeft. Maar hij wil er eigenlijk tegen haar nooit het over vertellen wat er dus is voorgevallen. Wat het heel erg lastig maakt voor haar om hem te begrijpen, terwijl ze het ook wel een klein beetje begrijpt, omdat zij dus zelf met kinderen werkt die heel veel hebben meegemaakt. Dat is voor haar heel erg moeilijk te verkroppen. Even kijken hoor. Ze heeft ook zijn duistere kanten echt wel gezien. Hij trekt zich heel erg terug en
dan is zij zichzelf niet meer. Hij stuurt haar ook zelfs weg. Maar zij laat het niet zo snel wegsturen. Uiteindelijk komt er in het tweede deel dus toch een soort van opening. Waardoor een van die kinderen heel erg een nachtmerrie heeft. En heel erg... die praat ook bijna niet. Dus elke keer als hij toch een beetje praat, hebben ze een stukje voortgang geboekt. En hij vertelt eigenlijk een soort van geheim. En hij zegt dus elke keer Spider-Man, Superman, Iron Man. En dat helpt hem dus om die nare gedachten te verdwijnen. En dat vertelt hij aan die jongen van neem dat in je op waardoor je gedachten kan verdwijnen. De kinderen die hebben, als ze bijvoorbeeld heel erg houden van voetballen en ze willen vertellen dat ze bijvoorbeeld van iemand houden, zeggen ze ik voetbal van jou. Omdat ze ik hou van jou niet kunnen zeggen, zeggen ze ik voetbal van jou. Waardoor Colton dat op een gegeven moment ook zegt, hij zegt ik race van jou. Waardoor Riley dus weet dat hij toch wel van haar houdt. Ze hebben veel obstakels. Het is echt een hele moeizame relatie. Doordat er toch wel veel demonen mee spelen. En op een gegeven moment gaat hij dus racen. Dat gaat op een of andere manier helemaal niet goed. Waardoor het zwart wordt voor zijn ogen. En dat was ook gelijk het einde van het boek. Daar moest ik het mee doen. Ik weet niet hoe het verder afloopt. Wat er met hem is gebeurd. Waardoor hij de controle is kwijtgeraakt. Hij functioneerde de laatste tijd nog niet heel super meer. Maar er is wat gebeurd. Waardoor alles zwart voor zijn ogen wordt. Waardoor hij waarschijnlijk een crash heeft gehad. En de vraag is, komt hij hier heel uit? Dus dat was de afloop. Even kijken hoor. Of er ook al een nieuw boek is te reserveren valt, dat weet ik niet. Het heeft ook heel erg lang geduurd voordat dit boek na de eerste kwam. En zoals ik nu zie, is er nog geen nieuw boek aangekondigd. Maar ook dat zal ik een beetje in de vlogs ook nog wel vertellen. Maar ik hoop in ieder geval dat er nog een boek 3 aankomt, want ik wil dolgraag weten hoe dit afloopt. Het volgende boek wat ik las is van Abby Kleins. Dit heet Voor Altijd. Dit komt uit de Seabreeze reeks. En het leuke is eigenlijk dat deze reeks wordt verteld door voor alle mensen hoe ze bij elkaar zijn gekomen. Er was alleen altijd één koppel die al bij elkaar was. En dat waren Rock en Trisha. Je weet nooit hoe hun bij elkaar zijn gekomen. En eindelijk in dit boek wordt verteld hoe hun elkaar hebben gevonden. Inmiddels hebben ze een heel goed leven. Ze hebben 3 kinderen geadopteerd. Want ze kunnen zelf geen kinderen krijgen. Maar ze hebben dus 3 kindjes geadopteerd. Die ook weer eigenlijk van een broer. Dat zijn allemaal weer broertjes en een zusje van een goede vriend van hun. Alleen Trisha heeft het niet heel erg makkelijk. Ze zit op school. Ze heeft ook een broertje. Alleen zij wordt onwijs mishandeld. Haar stiefmoeder die heeft hele foute vrienden die continu aan haar willen zitten en haar dus ook regelmatig een pak rammel geven, waardoor ze dus blauwe plekken heeft. Zelfs een gebroken arm, een paar dagen in het ziekenhuis ligt en die stiefmoeder is echt gewoon een heks. Rock dat is best wel een verslinder qua vrouw. Hij kan elke vrouw krijgen tot hij eindelijk zijn aandacht richt op Trisha. Alleen Trisha moet weinig van hem hebben, want ze heeft zoiets. Ja, je kan elke vrouw krijgen, je flirt met iedereen, dus ik vind het wel heel erg leuk met je. Ik hoef dat niet. Ze probeert ook continu afstand te nemen, alleen hij blijft toch wel bij haar in de buurt komen. Waardoor zij eigenlijk op een gegeven moment dus zo erg gehandhaafd is. Doordat ze dus zoveel blauwe plekken heeft dat ze dus naar het ziekenhuis moet omdat ze dus iets gebroken heeft. Op dat moment komt Rock langs die haar onderweg eigenlijk ziet lopen en haar een lift geeft naar het ziekenhuis. En waardoor hij dus eigenlijk een paar dagen bij haar in huis komt logeren om voor haar te zorgen. Dus stiefmoeder vindt het helemaal niet leuk, maar hij heeft echt lak aan die stiefmoeder. Hij heeft echt zoiets van het kan me niet schelen en hij doet hun de belofte, Trisha en het broertje, ik haal jullie hier uit. Ze weet eigenlijk echt niet hoe dat moet, want het kan allemaal niet. En zo gaat het eigenlijk nog een tijdje voort. Ze komen steeds meer bij elkaar. Er groeit gewoon echt een mooie relatie tussen hun op. En uiteindelijk koopt Rob dus een heel erg mooi appartement waar hij met Trisha wil gaan wonen.
En het broertje van Trisha, die gaat ook het huis uit. En die gaat bij een vriend wonen, als ik het goed had. Of die ging op kamers, zoiets. Want ze zijn inmiddels al wat ouder. En ze hebben de leeftijd daarvoor. Die stiefmoeder wil dat broertje dus ook totaal niet kwijt. Volgens mij is dat wel haar zijn echte moeder. Maar hij verzet zich daar heel erg tegen. Want hij komt voor zijn zus op van... Je moet er van afblijven, wat ook regelmatig best wel in een vechtpartij uitmondt. Ik heb het boek van, van de broer heb ik ook al eerder gelezen. En het is gewoon leuk om te zien hoe nu een koppel, wat eigenlijk vanaf het begin van de boekenreeks bij elkaar was. Om te zien hoe hun dus bij elkaar zijn gekomen en wat voor verhalen erachter zitten. Omdat er toch veel meer verhalen achter zitten. Ik heb zelf het idee dat dit het laatste boek was in deze reeks. Maar Abby Kleintje heeft sowieso heel veel mooie boekenreeksen. Dus mocht je van dit soort boeken houden, zou ik gewoon zeker eventjes een keertje kijken op haar naam. En dan komen er een heleboel boekenreeksen tevoorschijn die zij dus heeft geschreven. Het soms best wel verwarrend is, want soms komen er oude personages terug. Waardoor je een boek best wel lang geleden hebt gelezen. Dat is in mijn geval vaak zo. Omdat... Vaak duurt het een hele tijd voordat er een nieuw boek uitkomt. En dan ben ik soms het verhaal een beetje kwijt. Maar het beste is eigenlijk om gewoon te wachten tot je een boekenreeks helemaal compleet hebt. En hem dan gaan lezen. Alleen ik heb zelf daar het geduld niet voor. Maar ik vond dit ook echt een heel erg mooi boek. Het volgende boek wat ik las is van Penelope Ward en V.K. Land. En heet Onweerstaanbaar. Soraya is op weg naar haar werk en gaat altijd met de metro. Waar ze dus eigenlijk een hele knappe man tegenkomt die heel erg bot oogt. Ze staart hem een tijdje aan tot hij zijn halte moet verlaten en hij de metro uitstapt en zij zijn telefoon vindt. Omdat ze niet weet hoe de beste man heet, besluit ze de telefoon een paar dagen bij zich te houden en eigenlijk wat mensen te bellen om te vragen bij wie ze de telefoon kan afleveren. De mensen die zij belt, die zijn niet zo heel erg aardig, want het zijn allemaal vrouwen en die zijn allemaal afgewezen door de beste man. En die zijn eigenlijk allemaal heel erg boos op hem. Waardoor ze eigenlijk niet zo goed weet waar ze de telefoon moet brengen. Uiteindelijk achterhaalt ze zijn kantoor en ze wordt eigenlijk niet binnengelaten door de receptie. Ze zegt, je moet een afspraak hebben. Heeft hij die? Nee, die heb ik niet. Maar ik heb iets wat hij heel graag terug wil. Nou, uiteindelijk is hij zo bot dat hij haar niet te woord wil staan, alleen via de intercom. Dit gaat bij haar zo in het slechte keelgat dat zij eigenlijk een paar foto's met zijn telefoon maakt van haar lichaam. En zij eigenlijk heel bot terug doet, waardoor zij eigenlijk zegt, je moeder zou trots op je zijn geweest. En ze zijn haar nummer in die telefoon achterlaat. Wat eigenlijk erop neerkomt dat ze toch een beetje app-contact krijgen en die opmerking hem heel veel heeft gedaan en ook heel erg dwars zit, want... Zijn moeder is overleden. Hij wil heel graag weten hoe zij eruit ziet. Zij geeft daar niet aan toe. Alleen, zij heeft ook een foto gemaakt van haar voet. En daar heeft ze een veer op getatoeëerd. Waardoor hij weer met die metro gaat. En hij dus begint te appen. En eigenlijk, ja, zij reageert daarop terug. Dus eigenlijk heeft zij al in de gaten wie achter de telefoon zat. En hij heeft haar herkend door die veer op haar voet. Uiteindelijk gaan ze elkaar toch wat vaker zien. Ze spreken wat meer af. Alleen hij kan zich ook weer niet helemaal geven in een relatie. Waardoor het allemaal heel moeizaam gaat. Hij is een rijke zakenman. Heeft het ook vaak druk. Zij werkt voor een column waar mensen advies kunnen vragen. En hij gaat dus ook heel vaak naar dat column schrijven van... Geef mij advies, waardoor ze eigenlijk gewoon met elkaar in contact komen. Zij mag wel wat columnpjes schrijven, op de mails vooral reageren, maar de echte columns die worden gepubliceerd. Uiteindelijk blijkt het zo te zijn dat een van zijn zakelijke vijanden overlijdt. Dus hij is met die man die was met zijn ex-vrouw getrouwd, waardoor ze elkaar toch weer zien en ze naar de crematie of begrafenis gaan en hij nog even naar het toilet moet. Hij heet overigens Mitch, dat had ik nog niet verteld. Hij ziet daar een meisje die sprekend op hem lijkt. Waardoor hij eigenlijk een hele grote schok heeft en Soraya, hij komt later bij Soraya terug en zij ziet ook de gelijkenissen van Mitch en dat meisje.
Waardoor Mitch toch die ex vraagt te confronteren van, hoe zit dit? Dit kan bijna niet. Waardoor zij toch toegeeft dat het zijn dochter is. Zij heeft namelijk in de relatie met Mitch, heeft zij hem bedrogen met die goeie, met die zakenpartner. En zij heeft altijd gedaan alsof het de baby van hem was, maar uiteindelijk was het dus de baby van Mitch. Het meisje is inmiddels ook een jaartje of vier. Hij heeft 4 jaar van haar leven gemist, wat hem heel erg veel pijn doet en hij haar toch beter wil leren kennen. Hij wil Soraya overal bij betrekken, alleen die ex-vrouw die is er niet van gediend. Die zegt tegen Soraya, je moet afstand nemen, want een kind verdient een vader en een moeder. Waardoor zij eigenlijk gewoon wil dat zij en Mitchell bij elkaar komen. Alleen hij laat gewoon duidelijk weten, ik hoef niks meer in relatiegebied met jou te maken hebben. Want je hebt me zo erg gekwetst dat ik dat gewoon niet meer wil. Uiteindelijk neemt Soraya toch afstand, waardoor zij eigenlijk schrijft naar haar eigen, naar degene die die column dus schrijft. En zij een antwoord krijgt dat zij dus zich dan maar moet terugtrekken omwille van het kind. Wat zij dus ook doet. Daar heeft ze heel veel spijt van. Mitch is heel erg boos. En uiteindelijk hebben ze heel lang geen contact. Tot hij eigenlijk die advertentie openslaat en precies dat stukje ziet. Waarvan hij weet het is van Soraya. En waardoor hij er alles aan gaat doen om haar terug te winnen. Uiteindelijk is het einde is heel mooi. Die ga ik niet verklappen. Want ik denk dat je dat zelf niet wil lezen. Maar ik vond het echt een heel erg mooi boek. Vikeland heeft gewoon hele mooie boeken die heel erg leuk zijn. Ik geniet altijd van haar boeken. Dus ik vond dit ook echt weer een aanrader. Het laatste boek wat ik las is wederom van Vikeland en Penelope Ward. Het heet Superman. Het was echt een heel kort verhaal. Het had 34 bladzijden, dus ik was er ook zo doorheen. Het gaat over een meisje genaamd Meredith. Zij staat op het punt om uit haar huis gezet te worden en zij moet naar de rechtbank. Zij heeft een Uber besteld en zij heeft een gedeelde Uber besteld, want die zijn goedkoper als een Uber voor jezelf. En doordat ze eigenlijk soms een beetje onhandig is, stapt ze in die Uber en ze belandt op de schoot van een wildvreemde man. Ze rijdt allerlei dingen aan die eigenlijk helemaal niet aangeraakt moeten worden. Wat gewoon een heel ongemakkelijke situatie geeft. En hij ook eigenlijk een beetje boos is van waarom kruip jij zomaar op iemands schoot? Waardoor hij zegt, waarom zit jij bij het raam waar iemand moet instappen? Nou, uiteindelijk zitten ze gewoon naast elkaar. De spanning is best wel hoog, maar het is echt heel erg een sneeuwdag. Waardoor de Uber ook weinig tot zijn recht komt. Omdat hij eigenlijk niet heel erg makkelijk door het verkeer kan heen gaan. Ze raakt toch een beetje aan het praten. Zij doet eigenlijk bijna haar hele levensverhaal. Ze denkt, het is toch een vreemde, ik zie hem nooit weer terug. Waardoor ze ook eigenlijk vertelt, het is vlak voor kerstmis. Zij had gehoopt dat haar ex-vriend haar zijn huwelijk zou vragen onder een hele grote boom. Daar had ze altijd van gedroomd, maar de relatie was stuk. Ze heeft nog steeds een foto op haar bureau staan van haarzelf met haar ex. Waardoor de mysterieuze man tegen de chauffeur zegt, stop hier, we gaan nu naar haar gebouw toe. Waardoor ze dus eigenlijk à la minute die foto gaan verbranden, omdat hij vindt dat zij dus van af moet. Ze moesten dus naar de rechtbank omdat ze uit huis gezet zou worden. En dit was puur om het feit dat ze een tijdje bij haar oma heeft gewoond. Die oma is inmiddels overleden. En de huurbaas die pikte het niet dat zij in dat huis is blijven wonen. Waardoor hij een rechtszaak heeft aangespannen. Totdat ze bij die rechtszaak terechtkomen en hij daar dus ook in moet. Het blijkt dat hij de advocaat is van de tegenpartij. Toch helpt hij haar doordat ze uitstel krijgen en ze toch weer samen in die Uber belanden. Want hij moet naar zijn familie en zij moet naar haar familie. Alleen hij heeft daar niet zoveel zin in. Want zijn moeder vraagt steeds, heb je al een vriendin? En waardoor Meredith zegt van, goh, laat gewoon wat foto's maken samen. Laat je die aan je moeder zien. Dan ben je even van het gezeur af. Dat vindt hij wel een goed idee. Uiteindelijk belanden ze dan toch nog onder een grote kerstboom waar ze dus toch even samen onder staan. En dat was ook het verhaal. Of ze elkaar nog ooit nog weer zien, je weet het niet. Het was echt een heel kort verhaal. Ik vind het best wel jammer, want ik hou wel van een verhaal met meer inhoud. Ik vond het wel leuk om te lezen, maar ik had graag geweten hoe het verder zou eindigen.
Dan waren dit de boeken die ik in januari las. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor soort boeken jullie graag lezen of dat je überhaupt graag leest. Hou je ook van dit soort boeken of ben je totaal van andere genres? Alles kan natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd naar de volgende boeken die ik weer ga lezen. Ik heb in februari ook alweer hele mooie boeken gelezen. Waar ik jullie ook weer graag meer over ga vertellen in de volgende boekenreviews. Die dan van februari online komen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je zelf benieuwd bent om een van deze boeken te gaan lezen. Of dat het je helemaal niet aanspreekt. Ik ben in ieder geval, ik vond het wel heel erg leuk om dit zo een keertje te doen. Ik ben ook wel benieuwd wat je ervan vindt. Of dat je het leuk vindt om dit soort boekreviews te horen in een video. Laat het zeker even weten. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Vergeet ik even niet om het belletje aan te zetten. Dan krijg je een mail zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!